Kijk jongens, het Freerik Tjeerdspad. En dan denken jullie, wat is dat nou weer? Nou, dat zal ik jullie laten zien. Kijk, we zijn hier bij de Zoekerij. En dan zeggen ze hier, Oekerij, de Zoekerij NL. En dat is een museum. En daar gaan wij eventjes heen. En dat zal ik jullie even laten zien. Kijk, 2:30 tot 5:00. Het is een openluchtmuseum, de Zoekerij. En dan lopen we daar allemaal over die huisjes en die dingetjes heen. En Anja die vertelde net aan ons. En Mago en Anja die staan daar te wachten. Maar ik zei, ik wil eventjes de voorkant eventjes filmen. Dat is leuk. En op die tafel, kijk. Sigurai. Zie je? De Zoekerij, maar hier zeggen Sigurai. Nou, moet u kijken. Dat is het hele terrein. En ook al ben je niet zo goed te been, je kan er gewoon makkelijk kan je er rondlopen. Dat is geen probleem. Nou, ik heb eventjes verteld dat het hartstikke leuk hier een openluchtmuseum is. En dat we er gaan rondkijken. En ook al ben je niet zo goed te been, dat je even goed... hier terecht kan. Het staat voor je klaar. Ja. Ja. Ik ben blij dat jouw schuitdingers niet goed zit. Nou, kom op. Dat zit niet goed. Ja, nu nou, jij hebt je nieuw herwonnen kip heb je gegeven op, hoor. Je bent niet aan het lassen. Oh. Ik vind het wel zo'n af. Nee, maar ja, ik vind het ook, maar ik moet het voor mijn... Voor je kopje, hè? Jawel, maar taken zegt, je krijgt van mij een mooie cap. Dat is een lastig, hè? Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga het eerst even vragen. Oké. €18. Oh, met de pik. Ik heb anders wel mijn museumjaarkaart mee. Helaas, die mogen we nog niet gebruiken. Oh. We zijn er mee bezig. Ja? Ja. Oké. Moet je erin? Ja, kijk, er zit zo'n dingetje op. Ja, hij is klaar. Contactloos. Deur van Siro ook in op. Waar gaan wij? Maar eerst naar buiten. Ja. Kijk, ik heb... een cameraatje waar ik mee opnames maak. Ik hoor het. En vindt u het bezwaarlijk om erop te komen? Nee, van mij zou het niet. Ik kom zo vaak op een camera. Oh, oké, nee, dan is het goed. Maar er wordt best veel gekeken. En dan vind ik het zo jammer als iemand het niet wil. Of dan respecteer ik dat, dan zet ik u er niet op. Snap je? Oké. Ja, als u mij erop zet, dan zet u buiten. Hartstikke goed. Wij gaan er eerst hier naartoe. Yes. Let op jongens, we krijgen echt een hele mooie rondleiding hier. Ja. En waar biedt hij meer voor? Ik heb geen idee. Een lindeboom, daar staat de rechter onder om te recht spreken. Oh, oké. Okay. Een lindeboom, daar staat een man van de huwelijke stand, die staat er, om een echtpaar in het huwelijk te laten treden. Bij de lindeboom? Ja. Bij de lindeboom. Mm-hmm. Het versje van de lindeboom, dat herkent u er ook nog in. Oh, zing het eens. Ik kan het niet, maar ik ben niet zo goed in zingen, dat is het juist eens. De lindeboom. Wat dat is dus een lindeboom. De lange lindelaan. Ja. Ja. En toen niet. Ziet hij ook gelijk dus dat hij veel schaduw geeft. Ja. Ja. Dit huisje is van 1837 of zoiets. Ja, heel petit, wat leuk. Het is dus een heel klein huisje. Het huisje komt uit de Vallon. En dit huisje natuurlijk, u kunt het zien in de opbouw. Dit gedeelte is dus in één keer hier opgezet. Ziet u het? Want u ziet dat hier de kachel aan de andere kant van de muur zit. Okay. Dus u ziet hier de roet. Zit u door de muur heen? Ja. We gaan er binnen. Die goot heeft een naam gekregen. En die goot, of de naam zou die zijn? Dakgoot? Nee. Afglijmende goot? Dit is een domineesknikje. Een domineesknikje? Ja. Oh. En heeft de dokter ook een knikje gekregen? De dokter is niet genoemd, maar alleen de dominee. Ja. Ja, prijs de heer. Toen ik het verhaal van de Zoekerij hoorde. Ja. Ik dacht onder tijd van... Hé jongens, het verhaal van de Zoekerij is heel mooi. En dat vertel ik jullie straks wel, maar daar komt dus ook een dominee voor.
Ah, oké. Okay. En de, ja, de... verrassing. Ja. Ja. Nou jongens, we gaan er even in. Oh kijk. Ja. Moet ik gaan vertellen wat het is natuurlijk. Kijk. Ik ga niks vertellen. Nee, nee, nee. U gaat het mij vertellen. Ja, dat dacht ik al. Dat is toch een katrol of zo? Nee, ik denk dat dit voor sigaretten te maken is. Ja, hier zit het in. Wel een mooi verschil, hè? Ja. En dan krijg je hier zeker vier rechthoekige. Ja, 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 dit is pruimtebak. Ja. Ja, zo. We zien er wat. Nee. Die dag dus, dan hebben we de toppen dus. Maar als ik dus de zeep dus zo in het water gooi. Nee, dat gebeurt er niet. Kijk eens wat ik kocht, stond nog een tonnetje. Ja. Oh. En dat huis was van mijn broer. En ik zat bij de marine. En ik kocht dat huis. Want hij zou vertrekken uit dat huis. Hij zou vast arbeider worden. Ergens anders. Dus hij zei, ik heb hem kopen voor mijn huis. En dat... Nou jongens, kijk dan toch. Nou, ik bedoel maar, wil je hem ouder hebben? Meneer? Wil je hem ouder hebben? Ouder hebben? Oh. Eerst een druk. Oh. Oh. Eerst een druk. Eerlijk? Ja. Dit is de eerste druk. Oh, kijk dan. Is dat... Ja, ja. 1901 mag ook. Oh, geweldig. De schoolatlas is echt heel aardig. Ja, 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 ja. Mevrouw. Dubbel E. Kijk, is geboren in. En als die oud genoeg is, komt die op het bed steen. En de volgende komt daar weer in. Ja. Maar ik bedoel, dat is dan het ondergeschoven kindje. Ja, ja, oh, vandaar. Dat spreekwoord, ondergeschoven kindje. Ja. Wie heeft er niet... Ja, daar zit allemaal troep. U mag kijken, maar er zit allemaal troep. Maar die spelletjes natuurlijk, wie heeft er met een tol gespeeld? Oké. Kijk jongens, Vosje. Ja. Natuurlijk, de schoolkinderen. Hè? De Vos. Ja. De Vos even op de hals. Met de schoolkinderen. Nou. Oh, ja. Oké, en daar sliepen die jongens. Je kunt de trap oplopen en dan kunt u even kijken. Okay. Nou. Maak de mensen nieuwsgierig, maar niet te nieuwsgierig. Hè? Nee. Kijk, een palingfuik. Goh, wat leuk. We gaan naar de volgende tuin. Volgende huis. Is dit de keuken? Dit is het washok en de kookhok. Het washok en het kookhok. De persoon die hier woont, die woont in dus in Zwaagwesteinde. Zwaagwesteinde. Dus volgende huisje. Oh, jeugdje. Ja. Oh. Die mensen die waren zeker nog kleiner hier. Nou ja, die meneer die zei zo pas van dat hier woonden twee mannen. Kijk dan. Ja. Meneer, hier woonden twee mannen, hè? Ja. Ja, dat is het potkachel. Dat is een kleintje. Ja, een heel kleintje. Ja. Heel mooi klein potkacheltje. Ja. Natuurlijk. Je kunt zuurstof geven. En je kunt temperen. Ja. Ja. Geef je hem zuurstof, dan gaat hij heel rood worden. Haha. Jeetje. Oh, hier is weer die bedsteen. Buk helemaal hoog. Ja. Och. Ja. No. Ja, ze waren echt klein. En dat hier weer toch. Zijn we kerkelijk? Nee, niet. Zijn jullie kerkelijk? Ja. Ja. Oké, kijk. Daar heb ik de foto. Pak hem maar even weg. Het is de Friese tekst. Vijf man. Vier man haast al honger. Oké. Okay. Dat... Of uit huis daar boer gingen, ja. Dan moesten ze zelf de kast meebrengen. Oh. Want de boer had geen kast voor hun, maar wel inwoning. Als een knecht dus naar de boer ging, waar sliep de knecht altijd? Boven de paarden. Oh. Ja, ja. Dus dan de knecht die nam zijn eigen kist mee,
Want je dus later ook aan boord had van schepen, had iedereen zijn eigen kist mee. Ja. Maar dat had vroeger dus de boerenknecht dus ook al. Ja, vroeg erop te staan, hè, als de man onbehoorbaar is. Ja. Ook weer bukken. Oh. Ja, maar verder valt mee hoor. Ja, valt hier mee, ja. Ja. Het is hadden wel allemaal dezelfde daken, hè? Ja. We zijven, joh, we hebben daar een setapparaat. We hebben hier wat dat betreft een disseltrekker. Een disseltrekker, ja, geweldig. Oh, natuurlijk, ja, want dat doe je niet met je handen. Distel steken is distel kweken. Ja. Distel maaien is distel zaaien. Ja, oké. Okay. En distel trekken is distel nekken. Ja. Oké. Okay. Dus een distel moet je zo en zo. Ja, dan moet je, mag je niet in Schotland doen, want ik bedoel, maar in Schotland is de distel heilig. Ah ja. Om dat? Het is het geliefde project daar in Schotland. Ah, oké. Okay. Nou, ik heb het hier ook geleerd. Nou, er waren de mensen die regelmatig moesten die stoelen dan gemat worden. Ja. En dan kwam de stoelenmatter langs. En die dacht, ja, ik moet toch wel een beetje werk houden. Dus wat deed die meneer? Ja. Die deed een stukje spek onder de mat. Oh. En die katten, die roken dat. Dus wat deden die? Die gingen krabben. Oh. Dat, zodat die man een jaar later weer eens moest komen om die stoelen weer in orde te krijgen. Ja. Dat, maar die kende u toch wel, dat verhaal? Ja hoor, met verhaal. Nou, zeg. Maar, ja. Ik solliciteer je niet hoor. Het verhaal is wel leuk hoor. Nee. Maar dan het verhaal van die hondjes. Nee, die ken ik niet. Ik leer ook iedere keer weer wat nieuws hoor. Wat een leuk verhaal. Kijk, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Ik heb dat verhaal van die onderbroek. En dat was de toilet van ja, het huisje? Het huske. Het huske, het kleine huske. Of vrijwilligerswerk? Ja. Oh, oké. Okay. Gelukkig wel, maar anders deed ik het niet. Nee. Oké. Okay. Kijk jongens, dit is een zeemeermin. Ja. Zeewat. Kijk, de meermin. Ja. 2016 gerestaureerd. Goh jongens. 1941. Oh. Kijk nou toch eens. Jeetje, wat een balken. Toen de molen dus voor de laatste keer is afgebroken, toen zag die er zo uit. Oh. Kijk dan. Oh, kijk nou. Oh, ja, moet je kijken. Ja, ik had het al eens gezien. In het dorp ook een molen. En toen zijn we ook naar binnen geweest. We hebben ook een verhaal gekregen. En dat was een kistenpaar waar we weggingen. Die hebben een mooie balpen gekregen. Nou schat, kan ik me niet meer herinneren. Kijk dan. Oh ja, dit is die kap, die moet dan draaien. Ja, dit is iedere week, ja. Nou, ik vind het echt leuk. Wat een leuke verrassing is dit. Ja, kijk, de BBC heeft hier even gevraagd geklopt, hè? Ja. Oh kijk, dit is ook wat natuurlijk. We krijgen zo meteen een film te zien. En dan ziet hij dus dat ze op die film dus met zigarijwortels bezig zijn. Oh ja. En dan hebben ze dus... Ja. Nee, maar ik vind het echt heel... Dat ik zeg van, nou nee hoor, ik ga niet mee, is niks voor mij. Maar ze zegt, nou dat is echt hartstikke leuk. Nou, ik vind het toch leuk. Geweldig. Kijk jongens, en dit is dus dat plantje. Daar zo. En jullie denken misschien waarom ik elke keer tussendoor de camera uitzet. Nou, dat zal ik jullie vertellen. Ik mocht hier filmen, bepaalde dingen, maar niet alles laten zien. Want jullie moeten er wel interesse in houden om dit weer te kunnen zien. Om zelf hierheen te gaan. Als ik namelijk alles laat zien en alles opneem wat die meneer verteld heeft, dan denken jullie, oh nou, we hebben het al bij Engel gezien, dus dat hoeven we niet meer. Dus dat is niet leuk. En daarom, want we krijgen nou een film te zien. En daarom ben ik elke keer dat ik die camera uitzet. En jongens, dit is dus de zaadjes van die sigorijplant. Nou, echt bijzonder. Ja. Geen boter bij in de pan en die heeft een heerlijk biefstuk en die is helemaal gekruid en is ook nog met inuline. Inuline is een vezel die geschikt is als suiker of vet. Nou leuk hoor, dat is echt apart. Ja, dat geschikt niet hoor.
Maar nou jongens, we gaan nou de film kijken over, over de geschiedenis. Ik heb geen idee. Oh, 4 uur. Zo, 4 uur. Kijk jongens, en toen, dit is dus de film. Dus ja, alles met de hand. En dat is deze oven, hè, die dus brandde. Nee. Oh. Die. Deze. Die oven heeft gebrand. Oh, die heeft gebrand. Ja. Oké. Okay. Wat je net zag. Ja, even kijken. Even kijken, erin kijken. Er zit niet echt veel turf in, maar hij heeft gebrand. Ja, dit is die kwartje wat die meneer zei, hè? Toch? Ja. Dit is toch dat kwart? Die daaldertjes. Ja, die daaldertjes. Ja. Oh, wat leuk. Ik heb geen kwart gezegd, dat heeft u gezegd. Ik heb daalders gezegd. Oh, daalders, oké. Okay. Ja, daalders. Ja, maar gewoon zei het al. Oh, wat leuk. Kijk jongens, hier komen we boven. En hier ga ik dus niet alles laten zien, want anders is de verrassing er vanaf. En dan moeten jullie zelf maar gaan kijken. Dit is zo bijzonder. Ja. Nou, ik. Ja, ja, dat merk je in alles. Ja. Nou, ik vond het echt heel bijzonder. Dus. We kunnen wijzen. Nou, het was toch een hele mooie middag. Dat was een prachtige middag. Ja, geweldig. En het is een prachtige avond. We zitten heerlijk in het zonnetje. En we gaan even deze video afsluiten, want we hadden we eigenlijk even bij de auto bij dat museum moeten doen, het openluchtmuseum. Ja, maar ik heb gewoon niet aan gedacht. Nee, niet aan gedacht. En we zitten nu de video na te kijken en te horen. Mijn god, die geeft altijd een beetje dat wel, dat niet, dat wel. Maar goed, dat. En toen komen we dus achter dat het niet afgesloten is. Dus we sluiten hem nu af. En midden in het zonnetje, het is bijna 8:30. Ja. En het is echt heerlijk weer. Je gaat merken dat het ook wel heel erg warm wordt. En we dat zouden is helemaal niet erg. En we zouden het heel kort houden deze dus. Oké. Okay, nou. Dus Mago, duimpje wordt gewaardeerd. Maar ook gewoon doorddat we Anja ons uitgenodigd hebben. Anders waren we hier niet eens opgekomen. Hadden we hier niet opgekomen. Dat is geweldig. Ja. En Anja heeft het heel leuk begeleid. Ze wist ook heel veel leuke dingen zo te vertellen. Echt wel. Die ook niet allemaal op de film staan. Nee. Omdat Anja de wel een paar keer geweest is en dat maakt het juist nog helemaal bijzonder. Ja. Het is gewoon leuk. Ja, het is gewoon leuk. Want je zei zelf, je kon niet zoveel filmen omdat je anders geen dingen kon overlaten voor eventuele bezoekers. Maar dat heb Anja voor ons weer aangevuld. Ja. Is toch geweldig? Ja. 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 Oké, okay, nou. Doei. Dus, dankie. Tot de volgende vlog, bezig. Doei. Doei. We gaan afwassen.